het is gewoon niet eerlijk. Kanker is niet eerlijk. Er gaan mensen heen die eigenlijk niet heen moeten gaan. Kika wil de genezingskans van 75% naar 95% verhogen. En dat willen wij ook heel graag. Adassa is een vriendin van mij en met haar ben ik ook samen hier naartoe gekomen. We hebben allebei acute lymfatische leukemie gehad. Het is heel mooi om samen met haar deze uitdaging aan te gaan. Nou, voor mij voelde het heel goed om hier nu te staan. Ik heb heel veel zin om morgen 100 kilometer te schaatsen, samen met Annemieke. Ik was 17 toen ik de diagnose acute lymfatische leukemie kreeg. Ik ben daar toen 2 jaar voor behandeld. En daarna 2 jaar schoon geweest, toen is het eigenlijk heel goed gegaan allemaal. Maar toen bleek de leukemie terug te zijn, ook behandeling voor gehad. En wat extra speciaal ook nog wel voor mij is, is dat morgen als we de tocht rijden, is het precies 1 jaar geleden dat ik te horen heb gekregen dat er een stamceldonor voor mij beschikbaar was. Dat maakt het wel extra speciaal. Goede momenten zijn dat er heel veel mensen weer klaarstaan. In het speciaal mijn vader, die probeerde altijd bij me te zijn. Ja, gaf me heel veel liefde. En een van de naarste momenten was wel dat mijn vader werd geroepen door de dokter om te zeggen dat ik wel een beetje op het randje lag van leven en dood. En dat besefte ik zelf niet, maar dat zag ik wel aan mijn vader heel erg, dat die het heel erg moeilijk daarmee had. Nou, tot nu toe is de sfeer nog heel goed en is iedereen heel positief. En gemotiveerd om morgen zijn eigen doel te behalen. Het is een prachtige plek hier. Maar ik denk dat het ook wel toch ook wel emotioneel gaat worden. Maar wel op een positieve manier. En nou ja, zie waar we staan. En daar zijn we hartstikke trots op met z'n tweeën. Dat ik dit kon doen na 2 jaar behandelingen. De finish was wel een hele ontlading.
hebben allebei ons doel gehaald. En het was best wel emotioneel. Het is net één grote familie. Iedereen komt voor hetzelfde doel. En dat kun je heel goed merken. Hier ook op het ijs word je gewoon gedragen door iedereen. Dus dat is fantastisch. Ja, het was echt geweldig om elke keer langs het Kika-dorp te komen. En alle aanmoedigingen en de gezelligheid en de muziek. Ja, de finish was te gek. Het was een lekker ontspannen rondje, de laatste. Ik heb er echt even nog van genoten. En iedereen stond te klappen en te juichen. Nou, ik voelde me wel een held.